aan het repairen. Jullie maar scheppen. Ja, ik doe scheppen. Twee van onze masten zijn neer. Ziet een persoon over? We houden maar even in de gaten samen met Mark. We zijn al anker aan het doen. We zijn als het goed is dicht. Anker is er maar. Dan kijk boven maar, ik doe wel even leegschep. Er ligt iemand in het water. Hier zit hij in het water. Holy shit, die kunnen goed schieten, man. Hij komt omhoog, hij komt omhoog. Auw, ik ben ge-one-shot. Ja. Dank ook, zeg dat jij komt omhoog. Ja, maar dat is nog niet. Hij is op het dek. Komt er nog eentje overboord? Ik verlies wel. Ik denk niet dat we dat gaan redden. Hij is achter je. Ja, dat gaan we niet redden. Ik ben dood. Dat ging niet goed. Tot. Oh ja, dat had ik. Ik kan niet wachten tot ze Blundell weer eens nerven. Gaan ze niet nerven, want die hebben ze nog nooit genervd. Nee, weet ik. Die buffs alleen. Nou, nog nooit genervd is ook weer niet helemaal. We zijn er weg, ja. We hebben Blundell nog nooit genervd. Ik kan me nog herinneren dat je er gewoon iemand met een one-shot helemaal aan het begin. Dat kan je nu nog steeds. Ja. Maakt niet uit welke range. Nou, dat was meer een bug dan een feature. Dat lukt in sommige gevallen, maar dat heeft ook hetzelfde met die hitrack te maken, want dat lukt nu nog steeds wel eens. Het heeft gewoon puur met dat hitrack te maken. We zijn weg, we zijn gezonken. Dat is jammer. We zijn niet heel ver weg. Nee, maar we hebben ook niet echt veel supplies nu. Nee, maar de vraag is wat hebben hun? Want hun zijn ook nog niet zo heel lang op het veld, want anders hadden we ze al lang gezien. Ik ga even mijn supplies droppen, ga ik hier het eiland op. Langs dat fort, we iets meer wind. We gaan even hier rechts langs het fort, hebben we iets meer wind en dan kun je eventueel nog even het fort op. Er zit een schip met een Reaper flag op Plunder Outpost. Yes, well. Dat doe ik ook nooit meer na. Ja.
Ik ga met een roeiboot en twee kerks ga ik naar hem toe. Oh. Volgens mij had jij mijn idee al in de gaten. Jij het best even terug naar de boot kan gaan en nog wat supplies pakken, Tango, onderweg. Denk ik persoonlijk in ieder geval. Ja. Yeah. Jij dacht ik geen swordlandje. Ik verwachtte dat je wel beter zou weten, maar... ik kneep hem toch wel even een beetje. Deze kant van het eiland, Roy. Papier Kerex. Dat zijn dus echte borders. Yep. Ja. Goed om te weten. Double gun, blunderbuss, alles. Wat ik irritant vind, als ik een stream gepauzeerd heb en die gaan reden, dat dan automatisch het geluid en alles weer aanspringt. Schrik me echt de kleur. Irritant, hè? Ja. Ja, dat probleem. Maar je kunt recht een muistoets kun je side muten. Ja, weet ik, maar... Dat is gewoon even dat ik het ik had prepared again en had ik gepaused. En in één keer spring ik naar... weet ik veel wie over. En dan krijg je zo'n gillende keuken met... Nee, dat lukt. Dat is dat meestal. Niet. Nee. Het begrip ligt ook bij het eiland. Nee, ik denk niet dat ze in de gaten hebben van elkaar op het moment. Rick ligt erachter inderdaad. Ja, maar dus met witte zeilen, dus die kun je negeren. Nou, er zijn er vaak vandaag al meerdere met witte zeilen op ons afgekomen. Ja, die zijn tot nu toe allemaal gezonken. True. Het enige waar we moeite mee hadden is als ze überhaupt zeilen erop hadden. Oh jongens. Flinke tocht. We moeten even kijken als die brik niks doet, hè. Om daarheen te dashen. Volgens mij zijn ze allemaal op het eiland namelijk, heb ik het gevoel. Ja, net zoals net. Ja, daarom, dat er niemand op die brik is. Is die galleon nog steeds stil? Die galleon, ja. Zeil omhoog. Hij ligt niet geankerd, maar ja, dat kunnen we dan misschien voor zorgen als er niemand op de galleon is. Er ligt gewoon zo'n roeiboot, hebben ze. Ik ben aan het roeien met drie kerks, Roy. Ja, weet ik. Maar als hun daar naartoe kunnen dashen en hem in ieder geval kunnen ankeren, de galleon, en dan kunnen tukken of wat dan ook, maakt niet uit. Het roeiboot pakken en eruit naaien. Ik dobbel gewoon door namelijk dan. Zolang die galleon blijft liggen. Hij draait ook niet namelijk. Ik bedoel meer dat ze mijn kanonnen niet gebruiken, anders verraden ze ons. Dat was de intentie erachter. We zijn er al aan het zwemmen. Ik
Er is kan... wel iemand op de boot, want hij gooit de vuur. Ze gooien voor. Zijn ze wel zijn kanonnen gebruiken of zo? Nee, dat was die dude die vuur gebruikte, denk ik. Dat was op het eiland zelf. Nou, die gooit normaal alleen vuurbommen als er niemand bij hem in de buurt is. Of hij doet die mega aanval. Met de brik is aan het varen. Komt op jou af? Of... Mhm. Maar hij draait hard. Hij schiet net iemand naar het eiland toe. En nog iemand. Die hebben mij volgens mij niet eens gezien. Oh, die gaan mij verraden. Mm-hmm. Waar ben je dan? Oh, what the fuck? Voor de boot. Rick komt naar de galleon, zo te zien. Oh, ik ben gezien. Nou. Er waren minimaal één persoon aan boord. Ik heb ze wel mooi afgeleid. Graag gedaan. Alleen ze hebben geen holes. Over een seconde wel. Niet beneden gaan staan. Oh niet ja, dat, ik ben staan. Al beneden. Niet beneden gaan staan, weg. Ik ben aan. Ik ben. Ben je weg? Ja, ik ben al dood. Er loopt er een naar beneden. Ze zijn aan het scheppen. Kut, ik ben dood. Wie snipte die keks? Waarschijnlijk iemand op de boot. Aan de linkerkant kun je daar uitschieten, Mark. Moet er nog wat gebeuren met Celsius of wat? Had er eentje gekeken. Met die brik nou bezig? Hand? Nee. Oké, kom terug. Linkerkant galleon. Okker. Dat is wat onder dek. Die guy. Ze hebben weer gevangen. Wat de fuck? Het is echt of dat. Nee, enkel is gevallen. Ja, ik heb twee cannon. Ja, drie. Ze zijn allemaal dood. Nee, er is er eentje nog in leven. Die is aan het rezzen. Weet ik. Nee. Hoor het. Ga maar, Mark, als je kunt. En ze zijn allemaal dood. Dat moeten we gewoon even onder controle houden dat ze weg zijn. Vul je inventory aan uit hun stocks. Nog net gaat, we hebben één gaatje of zo. Niet veel. Ja, ik ben terug aan het draaien. Oh. En wij ook. Hallo. Ben jij bijna sorry, terug, Ries? Ja. Kijk even beneden. Ja, weet ik, zag het, ze zijn weg. Ik ben beneden. Super. Ik schep. Oh, ik loop sorry. Die ladder. Ik loop die ladder op. Hey, ik ben aan het repairen. En heel even ronde mogen trekken, dan kom ik terug naar beneden. Ik ben dood. Leveren sowieso 2 of 3 nog. Ik ben daar allemaal teruggekomen. Maar het stuur staat nog iets naar links. Nee, ik was firebombs aan het gooien en die switchte in één keer over naar een blunderbom. Toen kwam jij de trap op. Firebomb had ik ook niet overleefd. Met alle
wat hete water. Ik had ons even losgemaakt van het eiland. Mm-hmm. Klinkt als we raken iets. Ja, steentje. Oh. Zo, ik kwam er net even achter dat hier ook het water, hoe zeg je dat, warm kon worden, zeg maar. Ja. Holy shit. Dat was ik ook achter gekomen. Ah, dat was een mooi bochtje met die barrels. Mm-hmm. Die galleon was wel weg. Ja, leven alleen echt mensen van. Ja, oké, okay, maar dan kan ik hem in ieder geval bij meetellen. Meetellen voor wat? Ons kill counter. Ja, oké. Okay. Wordt dat niet automatisch geregeld dan? Nee. Wat een API. Dat is geen API. Shit met de zieke. Hé, hey, deze game is tenminste af. Laten we eens even kijken. Hé, hey, ik hoor gevecht. Ja. Oh. Nou, er zijn er drie mensen van die Rick, Galleon in leven in ieder geval. Auw, ik ben dood. Ze zitten in de final wave trouwens. Vandaar. Oh, wacht even. Zijn er wel een event met waves? Of ja, final phase. Ja, er is een nieuwe... Oh man, retail. Fucking double gunner is echt serieus. Mhm. Allemaal. Oh, a summit faggot. Oh my lord. Wat? Doe dat maar niet. Dat woord faggot moet je gewoon niet gebruiken, dat is gewoon niet slim. Nee, want ik kan niks uitzetten. Summit kijken is ook niet slim. Nee, maar faggot zeggen krijgen, kun je een ban voor krijgen. Links drijft wat in het water trouwens. Gist of iets. Maar nog iets. Lijkt op thee of zo, is hier echt een iets van merchant. Ah, ik kan ook die storage crate van ons van. Storage crate. Ja, zit er wat in? Sorry, met een hele hoop planken in ieder geval. Ah, dat is die storage crate van ons. 60 planken. Rechts ligt er nog eentje. Ja, ik zie dat. Ja, ik zie het inderdaad. Mermaid. Ja, er zijn er een aantal op de eiland, hè. Maar heb ik al vier mermaids gezien. Auw. Eentje getagd. Oh. Het zag eruit als een hit. Ja, maar ik raakte hem volgens mij niet. Ze zijn alle drie bij mij. Ik wacht, je kunt helpen, Mark. Ja, we zullen iets moeten. Oh, for fuck's sake, echt. Ik had er bijna eentje dood. We waren als een dolle eten aan het zoeken. Ze gaan proberen denk ik naar onze boten te komen. Ze zijn met z'n drieën daar, dus eentje zijn boot terug aan het brengen. Niet water, auw, auw. Oh, fuck. 26 cannibals. Wip, wip. Je bent dood? Ja. Yeah. Omdat die skeletons daar ook nog rondlopen en je ook veel. Oh, Lord, nou ben ik dood. Oké, tijd voor het volgende programma onderdeel. Fijne avond, lui. Fijne avond. Hoi. Avond. Ik sta echt met z'n drieën naast elkaar op een rijtje gekocht.
En een vechter komt inderdaad volgens mij de galleon aan. Ze hebben hem dood. Mm-hmm. Hoor het. Krijgen wij daar nou ook credit voor of niet? Geen idee. Als je boven komt rechts kun je naar het eiland. Galleon is trouwens nog wel een eindje weg, dus. Godverdomme, echt, met al je guns. Doe normaal. Het telt ook graag. Ja. Red Hood hebben we een teller voor gekregen in ieder geval. Maar ja, die skull krijgen we nu nooit met te pakken, want die verstoppen we. Ja, maar dat is op zich niet direct een ramp. Ja, maar naar het eiland, Mark. Rechts. Nou, wacht maar even, ga ik met je mee, want nu erom, ze zijn nog steeds met z'n drieën. Mm-hmm. Ze zijn met een kek bezig. Oh, ik ben dood. Hoe dan? Ja. Ik zou van hun het screenshare wel eens willen zien. Want je komt aangelopen, je krijgt gelijk drie gunshots naar je flikker, zonder dat ze je volgens mij gezien hebben. Mm. Oh, ze zijn in ieder geval niet uitschieten. Oh, weet niet. Ik stond net te hulp en ze hebben alles gemist, dus ik denk het niet. Okay. Ja, dan drukken ze control en dan schieten ze één schot niet raak. No, ze waren flink aan het klappen met z'n drie, hè? Nou, twee dan. Eiland ligt aan de linkerkant. Ik vraag me alleen af waar ze de ammo vandaan hadden. Er liggen ammo boxen op verschillende plaatsen. Ik heb hem één keer gehit. Toen kreeg ik twee schoten tegen mijn bakjes aan. Ja. Als je niet vertrouwt, dan kunnen we gewoon server wisselen. Oh, dit is op deze manier gaan we dit nooit meer doen. Wauw. We zijn gewoon die loot en verstoppen aan. Ze gaan in ieder geval die eerste skulls, die hebben ze verstopt. En zodra die galleon weer hier is. Of ze gaan naar de roeiboot. Aan de andere kant lag een roeiboot trouwens. Ja. Ik vaar wel naar de andere kant. Maar dit gaan we toch niet winnen. Want ze gaan met ze kunnen elkaar resen. En als je er eentje neer hebt, dan krijg je gelijk 44 gunshots voor je neus. Ja, man. But we want you to play with swords. Get the fuck out, hè. Dat is wat we toch al zo lang roepen. Er is maar één manier om dat dubbel kunnen op te lossen. Ja, summen te stoppen. Nee, gewoon forceren dat je een melee wapen moet hebben. Wacht ja, dat er dadelijk nog wel andere wapens komen. Dat hij stopt met zeuren, dat je niet moet lokken, zeg maar. Zegt hij dat hij niet moet blokken, oké. Okay. Ik kijk hem nooit, geen idee. Nee, dat je dat niet mag lokken. Oh. Ah ja, in principe is het regel van rare, hè. Dus ik... Knap het. Ze staan als jij achter hun, hè? Ik ben kijken waar ze zijn. Ze zijn boven jou. Ik weet het. Nou, ik ben dood. Gegarandeerd. Jo. Kel je heen? Zeg niet. Oh, daar. Nog niks. Ze hebben daar ook een ammo box voor liggen bij je. Ja.
Maar moet eens, Mark, ben jij nog op de boot? Ja, ik ben niet gegaan, want Tanger dood ging. Gewoon met z'n drie even gaan, want het heeft sowieso geen zin. Een galleon ship. Ja, maar nu hebben ze ook een respawn point, dus dit heeft geen zin meer. Oké, dan kan je galleon nog even klappen. Ja, dus waarschijnlijk gaan ze het nu YOLO en gewoon met z'n allen worden. If they're smart. Ik zie al mermaid. Mermaid lacht wel. Gewoon omdat we op het eiland zijn. Let's go for galleon. Beter kunnen wachten totdat wij vrij zicht hadden. Oh ja hoor. Maar die komt niet, we zijn te dicht bij het eiland. Die dokken zo die rowboot aan en dan zijn ze... Ofwel. Als waar we ons. Oh, ze gaan op ons draaien. Beetje naar rechts draaien hoor. Ben ik mee bezig. Hebben we het loer op het dok gehad? Iets van loot. Oh, en ik heb een one-shot kill. Oh, we zijn geankerd. En een peaceball, wij zijn weg. Op maar, ik ga naar een andere server. Daarom wilde ik dus straks al niet naar die server, want dat gevoel had ik al. Ja, maar deze galleon is pas net opgekomen. Nee. Wel waar, want we hebben meer dan 5 schepen van tevoren gehad. Nee, er waren er maar 3. Op een server. Jawel. Er zitten totaal 5 schepen op een server. Ja, weet ik, maar het waren er maar 3 die we gehad hebben. We hebben 2 verschillende sloepjes gehad, 3 verschillende bricks. 2 verschillende bricks. Er is al looping in geweest. 2 verschillende bricks, maar ook 2 verschillende sloepjes betekent 5. Met ons erbij. Ik ga wel even jumpen voor zo'n event. Oh, die knop. Ik start er wel eentje en dan... Wat dat nog naar jou toe. Ah, dat was in ieder geval leuk. Events zullen het bijna altijd op zijn en anders niet heel lang down zijn. Ja, je moet die andere events doen. Deze zijn wel meer common in ieder geval. Ja, het is gewoon. Als er niks up is, dan komt deze en dan komt er wat anders en dan komt deze weer. Nee. Hier bij mij is er eentje up. Nee, het gaat niet. Ik heb net laatst ook gezien dat vanmiddag dat Flamehart neerging en daarna kwam een fort. Dus het is niet direct nu zo. Dat bij Flamehart was wel zo. Ik vond het ook al vreemd. Ik zie hier inderdaad helemaal niks op. Oh, ik wou net zeggen, hallo. Mijn friendslist laten we niet. Dank je Xbox. I love you. Zeker. Heb jij de dingen gedaan? Ja. De Xbox app geüpdate? Ik zou het niet weten. Zou die bij mij automatisch moeten gisteren een update geweest. Met mij Tango. Thanks. Van de Xbox app of van de console companion app? Nee, van de Xbox app is gisteren geweest. Console companion app was volgens mij al even geleden. Die discontinuers ook. Ja, daarom. Ja, daarom. Het was sowieso de tijd dat ze dat ding wegflikken, want dat was echt bagger. Niet dat die Xbox app veel beter is, maar... Nee, ik gebruik meestal de Game Bar. Je moet gewoon allebei eruit flikkeren en die Windows Store ook. Ze hebben het geprobeerd, heeft niet gewerkt, weg ermee.
Nou, eens kijken of het nou beter gaat, want het heeft ons veel te veel gekost door tijd die we niks hebben kunnen doen, om het te zeggen. Maar in ieder geval een hoop supplies op het eiland. Dekker toet. Eén ding wat Dekker toet goed in is. Ja. Maar verder hebben we genoeg schepen gezond. Ja. Dat hebben we vanavond is behoorlijk opgeschoten. Het is dan alleen altijd jammer dat er altijd een aantal klootzakken met exploits zeg maar weer de boel komen verstieren. Ja. Schoten echt snel. Die schoten echt snel. Daarom ben ik wel blij dat je heel makkelijk het server op, om zo maar te zeggen. Dan kan ik wel van het weekend ook Arena aan spelen. Als er ook zo eentje, don't use sword in Arena. Waarom niet? Ik kan het zeggen. Buiten het feit dat we van iedereen wonnen. Oh trouwens, ik leg even een Merchant Voyage op, want ik hoef nog maar 70 mijl of zo. Wat voor soort loot krijgen we trouwens? Van alles wat. Behalve Tina. Ja, oké, okay, dat snap ik. Als we bijvoorbeeld Gold Hoarder of Merchant, dat doen we Gold Hoarder erop gooien. Goed. We gaan een event doen, we leggen een Gold Hoarder emissary erop en we gaan Merchant Voyage doen. Ja. Of ja, Merchant Voyage leggen we erop. Merchant Mileage. Nee, ja, ik bedoel, ik moet behoorlijk nog wat levels in Gold Hoarder. Kan er iemand een cargo run kopen? Want ik kan dat namelijk niet. Nee, heb ik er zelfs nog één. Ik zit vol. Nee, ik heb van de week heb ik een grind gedaan op. Niets. Op Merchant. Sowieso voor mileage. En denk ja, dan ga ik maar een beetje cargo runs doen. Ik heb alle reguliere, dus niet Devil's Roar cargo runs, heb ik nu voldoende ingeleverd. Let's go. Ik heb onderweg nog wel wat mee. Ja, ik heb één cargo run kunnen kopen dat, dus. Ze hebben dat icoontje aangepast bij Q. Ja, klopt. Niet meer dat vlaggetje. Super irritant. Ja, ik weet niet wat ik ervan vind. Het ziet er goed uit, want dan maar. Zie je die ring was waarschijnlijk hoe ver je in het level bent. Want dat kon je eerder eigenlijk niet zien. Jawel. Ja, op het moment dat je level up ging. Nee, ook in een dingen. Ook in die ring. Dan heb ik daar ook altijd naast gekeken. Daarom wist ik, zeg maar bij SVW, heel veel plekken wist ik van, we zijn bijna kreet zoveel of kreet zoveel. R.I.P. Own supplies pakken aan de mermaid. And we have a crasher. Oh, what the fuck? Huh? Okay, maar dat zal wel misschien. Zeg eens zelfs naar rechts. Dan kan ik iets naar rechts draaien. Dan zie ik ook waar ik heen moet trouwens. Dan hebben we volle wintersgoed. Ja. Yeah. Je mag nog een stukje verder naar rechts. Want, Hallo Storm. Hij is behoorlijk heftig. Ik heb ook moeite om naar rechts te sturen om wind te gaan vangen. Ik doe gewoon helemaal naar rechts staan, maar ik kan niet echt. niet echt naar rechts. We gaan gewoon rechtdoor. Oh wacht, daar gaan we een beetje naar rechts. We zijn ook bijna uit de storm. Mm-hmm. Dan kun je het stuur terugdraaien, anders ga je het hout rijden. Ja.
is volgens mij weer Cannon Cove. Er ligt een Skelly Ship. Er ligt een Skelly Ship. Lang geleden dat we Gold Order emissary waren. Dus volgens mij was dat de eerste maand. Dat de MSR's live waren, dat we dat gedaan hebben. Kun je die voice nog neerleggen, hè? Oh. Pak ik het roer wel even. Ja, ik heb los. We hebben links en rechts zitten rots, dus je moet proberen een klein beetje recht te houden. Wie kom jij voeten? Ik ben even aan het timmeren beneden. Oh ja, dat is veel belangrijk. Als jij hem neer hebt geleid, ja, ik ben starten. Ja. Joep. Oeh, what the fuck heb ik nou weer in beeld? De fuck is dat? Wat de hel zit er voor mij? Een mast, een skelly ship. Nee. Wow, dat is die papegaai. Haal die alsjeblieft weg. Dat wist ik toch niet. Nee, maar, ik zie echt helemaal geen fuck. Oeh! Hallo, ha! Wacht, nou zijn we toch uitgestorven. Ik zal het stuur recht zetten. Dan zet die papegaai maar eens terug. Ik vind hem niet zo fel, maar ik heb ook colorblind mode aanstaan. Oh ja, oké. Ik heb gewoon... dat ik colorblind ben, maar ik vind die kleuren dan mooier. Ik heb gewoon een compleet rode vlek in het midden van mijn scherm. Nou, ik zie echt helemaal... Ik heb dat probleem helemaal niet. In AMD. Ik heb ook AMD. Ja, ja, maar je hebt colorblind mode. Heb jij dat ook? Nee, helemaal. Maar ik zie op jou, bij jou komt er echt een, of dat die niet goed inlaat of zo, of dat er allemaal glittertjes lampjes omheen zitten. Alsof de lampjes de hele tijd aan en uit gaan. Ja, maar zo zit die niet eens in elkaar. Het zijn alleen maar, hoe zeg je dat? Nou ja, ik zal andere pakken. Het kan een AMD driver issue zijn, hè? Dat van de week misschien een update komt of... Van CFT's of van AMD, wat dat fixt. Kan je dan voor degene ook even of deze dat ook doen? Ja, ik zie het al. Ja? Ik zie je gewoon rennen zo met een knipperende lamp. Ja, dan weet je wel waar ik ben. Ik zag dat dus straks al op het eiland. Maar ik denk, oh, dat is die baas die daar rondrent. Verder is geen aandacht aan geschonken. Dat waren de pets, want hun hadden ook allemaal pets. Ben ik blij dat ik mijn pet er niet uit gehaald heb dan. Oh, ik heb die ook gekocht. Deze doet het wel gewoon normaal. Ja. Ja, die heeft niet zo'n gloeiend hart waarschijnlijk. Nee, nou, dat is niet het hart. Wat het probleem daar is aan... dat is eigenlijk dat effect wat je bij die Ashen dingen kreeg. Die Guardians en Key dingen. Dus zo'n hele rode gloed hebt van een afstand. Ja, dat heb ik van die pet. Gewoon een grote rode gloed. En dan tussendoor flikkeren dat groen van die keurs. Maar het was niet met dingen neergezet of zo. Nee, nee, nee. Ik wist ook niet wat het was. Daarom vroeg ik het van, wat zit er voor mij? Want ik zie niks. Maar ik dacht was zo... Hey, wacht even. Dit gebeurt alleen maar in de laatste wave volgens mij. Wat? Heet water? Wat? Heet water? Nee. Dat doet hij normaal gebeurt alleen bij die World's End Attack. Ja, er ligt hier een sloep. Bij het dok. Easy. We zijn met z'n drie op het eiland. Ik kom langzaam richting het dok. Ik ben naar de sloep toe aan het gaan. Ja, het is de laatste wave. Iemand had een keer op de baas geschoten. Dat hij in ieder geval weer telt. Ga ik wel even kijken. Het zou lullig zijn als dat hij hem killt en wij krijgen geen credit. Pak de supplies, Mark. Wat zeg maar bezig nou? Wat de? Ik ben gewoon shot. Ik heb er één gekillt. En ik de andere. Ben je nog te reizen, Mark? Ah, ik denk dat... Net misschien. Oh, net op tijd.
Dat was echt net. Zo gaat je erin. Dat is allemaal nog wat meer. Ja. Blijven er twee, hè? Dat was ook mijn tiende cannonball en dan kreeg ik een hitmarker op trouwens. Oh, iemand killde hem, dank je. Iemand aan het water, links. Weet ik. Dood. Ik kreeg geen hitmarker van hem, maar dan denk ik dat ik het was. Ja, ik ging in één keer achter, maar ging niet dood. Pas op, want daar gooide zo'n fire-ding. Oh, de sloep. Die sloep is al gezonken. Kijk jij nog even voor backspawnen, dan ga ik dan wel vast helpen. Ja, is goed. Oh, is dat hier een dikke? Oh nee, zit hier een dikke. Oh, even. Wow! Ik ga een beetje terughalen. Ik heb hier een ammo box in mijn handen. Ik zie helemaal niks. Nee, ik ook niet. Pas op achter je. Een van jullie zo'n pet, want ik heb even goed nog zo'n rode vlek op het eiland. Waarschijnlijk nee. Is dat Horatio die je ziet. Oh shit, wat? Ik stond achter hem. Pas op hoor. Hij gaat slaan. Ja, sorry, daar red ik niet meer. Ik heb het geprobeerd. Dat zijn een heleboel skeletjes. Hij gooit weer een vuurbom. Of toch niet? Oh, dit is niet goed. Oh, ik dacht dat hij World's End ging doen. Ja, World's End. Auwie. Dan zegt hij dat hete water dat komt als hij deze aanval doet. Daddy World's End, hoor. Ja. Yeah. Oh, en het is weg. Ja, daar. Ik ga wel even. Goed uitdraaien. Dat als er wat aankomt, dat ik. Wacht. Ja, ik ben gewoon alleen op de buiten schieten. Ik heb de kerk. Pas op, ik ga een kerk bij hem neerleggen. Mogelijk ben ik dood.
Wel een hele hoop scratches. Ja, maar die spawnt ook een hele hoop scratches. Kijk uit, world end, world end. Ja. Au. Overal liggen verbrande stukjes cap. Dat is alleen maar goed. Ik ben dood. Oh, wacht, verbrand niet. Oh, ik ben ook dood. Lekker uitgekozen. Auw. Mocht iemand mij nog kunnen resen, ben ik er heel blij mee. Ik probeer hem af te leiden voor je. Dat is gelukt. Dank je, Mark. Dat was gedaan, ik heb hem afgeleid, hè. Een steamwork. Oh, what the fuck was dat? Ik deed mijn dash en ik kon me niet stun, zeg maar. Ja. En ik kon gewoon lopen. Hoppa. Ik kon mijn camera niet draaien, maar ik kon wel gewoon lopen. Van een normale snelheid. Dat is zo'n animatiestuk is. Half level. Precious gem. Nee, kwart level, want Tang of Mark hadden dingen opgepakt volgens mij. Ja, het was één klein dingetje, dus wel hadden we daar niet van gekregen. Nou, deze gaan we dus niet gebruiken. Nee, die gaan we dadelijk ook meteen wegdoen. Hoeveel van die dingen moeten we hebben? Totaal 25, maar volgens mij ongebruikte maar deze één. Zijn al open! Okay. Die Ashen Chests. Dat is misschien van schepen die hier gezonken zijn. Nee? Nee, deze pop uit de deze pop tot de grond. Hè? Oh, oké. Okay. Ja, ik stond op de boot, ik was de boot aan het draaien, dus ik zag niks. Alsjeblieft. Dank u. Ik ga een klein beetje voorwaarts richting het dok, dus loop daar maar met de spullen heen. Ik zie hier mermaid, maar wij zijn volgens mij natuurlijk nog niet met z'n allen. Juist. Hij is die smoke. 15 nog rook, dus. Leggen jullie nou die spullen precies achter die planken? Ik leg het gewoon op het dok waar de rest ook lag. Ja, nee, ik kan er volgens mij daarbij. Ik dobbel nog een beetje door. Lekker wel. En nou is de mermaid volgens mij ook weg. Ja. Oh, ik heb weer gemuffeld gelegen. Ik moet even uitgaan. Zo, ik had daarna dat gevecht, jongen. Toen had ik nog 0,1% health over. Toen vond ik een ananas. Zo, echt. Oh. Daar voor roods op het dok? Waar? Bij die. Dus die ammo crate aan jou, Mark. Echt iets roods. Zit dit? Oh, ja. Boekje. Ah, oké. Okay. Nee, dat kun je niet afpoelen. Ik kan ook niet bij de ammo crate trouwens. Komt de sloep! Ah ja. Dezelfde sloep waarschijnlijk. Hm. Of er. Ah, Order of Souls. Nou, hij kan op dezelfde manier teruggaan, dus. Of moeten we nog wat in een alliance doen? Nee, niet dat ik weet. We zijn volgens mij naar het eiland gegaan. Die zoekt paard wel heel erg recht door. Ja. Kan iemand die ammo-kist nog even vlug pakken? Wacht, drop het zelf nog niet. Drop het zelf nog. Blijf gewoon even rondje draaien. We hebben nog twee stuks, drie stuks nodig. Maar ik moest even iets naar voren om het... Kist. Dat was even het belangrijke. Oh, daar komt er komt zo'n villainous skull gloed van die dingen, van dat ik zie van die skull af, van die oranje. Ze zitten allebei in het schip, op het sloep. Oké. Er stond eentje aan het roeren, eentje liep over het dek heen. We gaan in ieder geval een hoop skelly schepen. Ik denk dat ze de bocht van kwamen toen de Galleon zagen, zoiets hadden van. Ja, of
Of dit zijn dezelfde. Dat kan ook nog. En die, die waren gewoon naar ons toe aan het varen en die, nu is het gedaan, dus ja. Mhm. Dus dit was een order of souls, zeg maar. Hebben we alles zonder? Ik heb volgens mij het laatste. Oké. Okay. Ik niks meer. Alleen even kijken voor de zekerheid. Ja, kijk maar even. Lijkt wel vast. Iets. Rechts voor is die sloep bij de rots. Die gaat vanuit dat wij naar een outpost gaan. Dan gaan we gewoon niet naar die gaan, naar plunder. Hebben we ook nog berenwind ook nog. Nou, maken ze alleen even kijken of dat er nog wat op het eiland ligt. Strand in ieder geval niet, dus ik denk dan dat alles weg is. Dan nee, dat is erop. Ga wel even om het eiland heen. Hoe ziet die skull eruit dan? Die staat bij mij. Laten we voor de zekerheid maar gewoon even liggen, dat we hem in ieder geval niet pronkelijk gebruiken. Ik doe niks, maar ik wil hem gewoon zien. Ja, ja. Maar varen maar naar het zuidoosten hoor, dan gaan we richting dingen. Ja, ja, doe ik ook. Ik ga hier gewoon om het eiland heen. Ik heb het achter zelf even recht getrokken. Oh, mermaid statue. Kunnen we great mee uppen? Ja, fun. Het is een rode. Mag ik iemand even helpen? Resesser. Je mag mij helpen. Ik heb niet heel veel als ik krijg, ik heb niet heel veel eten. Zuidoosten. Een keeper's bounty. Kijk maar die keeper's bounty. Oké, die ligt bij Brimstone. Nope. Dat maar lekker liggen. Dat is niet best wel stukje, joh. Is trouwens niet best wel apart als je iets voor je emissary faction verkoopt. Dan zie je gewoon in goud de normale prijs recht bovenaan staan en dan tussen haakjes de bonusprijs hier nog voor. Oh, cool. Oh, dat heb ik nog niet gezien. Ah, pedeltje. Ik heb vang met 6, 7 cannibals. Ik heb nog een keer 7 cannibals. En dan. Zuiden en draaien. Ja, dat is niet zuid-zuidoost. Dadelijk naar Reaper's Hideout. Dan moet ik zuid varen. Dat kan ook hier pas draaien. Ashen Keymaster, jezus, spawn er weer. Ja, dat stond ook in de patch notes. Moeten we deze hier inleveren? Nee. Ja, kunnen we hier ook doen, maar we leveren gewoon in bij de Order of Souls. Ik heb nog helemaal niet naar de pikken trouwens. Holy balls! Ik groei wel even naar Plunder Outpost toe. Of zoiets. Want... Hier 40 of 50 cannibals in deze roeiboot. Oké. Hey. Moeten we ook nog 100 skeletten in de fik zetten met die skull? Ja, dat doen we later wel. Eerst even de untouched in doen. Wow. Waar valt dat onder order? Nee, Bulgraad. En we moeten er één volledige verkopen inderdaad.
Ja, hoort er maar één vol trekken. Oké, nou dan doen we dat. Dan zijn we daar in ieder geval klaar mee. Dan kunnen we daarna ook van die keuken op players gebruiken. Want volgens mij moet je die ook op players gebruiken, denk ik. Ik zag het niet. Oké. Dan ben ik benieuwd of ze, als je ze hiermee in de fik zet, of dat ook telt voor die 1000 die je voor die andere moet. Goeie vraag. Die met de rage puzzle. Dat kan ik wel uittesten, want ik moet er nog een op. En ik ben benieuwd of dat deze voor de crew telt of individueel. Waarschijnlijk het laatste. Je moet ook 10 Skelly ships in de fik zetten. Met zo'n skull, man. Met zo'n skull, jongens. Ja, dat is een kwestie van borden een keer huren en dan zal het waarschijnlijk in de fik staan. Dat verklaart waarom er zoveel van die ghost ships natuurlijk rondvaren. Nou, vooral omdat er nu heel veel events zijn waar ze ook tijdens kunnen varen in plaats van dat je altijd vocht fleet krijgt, waarbij de fleet niks kan spawnen. Cool. Ik denk dat ik iets meer naar het zuidoosten moet. Ik denk iets meer naar het zuiden zelfs. Dat kan niet, meer naar het zuiden kan ik niet. Waar gingen we eens? Plunderen? Ja. Bijna zuidoost. Nou, dat gevoel had ik al als ik zo de vorm zag van dat eiland daar. Ja, dat is Lost Cold Fort hiervoor. Mm-hmm. Zo goed als strak zuidoost. Nou is dat eiland daar voor ons. Ik wist even niet welke van de twee. En dan is dat die. Ik zag van een afstand die Lost Fort. En achter Lost Fort ligt ook een berg. Dus als je net verkeerd staat, lijkt dat precies op plunder. Qua vorm. Ik zie nog geen event. Oh, trouwens, Skelly Ships droppen nu ook storage space. Ja, had ik gelezen. En trouwens, Ries, had jij het is meegekregen van New World? Of heb jij die gecanceld? Die order. Nee, ik heb het meegekregen. Vrijdagavond om 11 uur. S'avonds? Ja. Okay, ja, ik kan pas zaterdag spelen, though, maar... Ja, dan moet je kijken even wat de tijd is. Volgens mij staat het om 9 uur 's avonds of zo. Het zijn echt kuttijden voor ons. Ja. Ja, want ik heb namelijk een, een verjaardag vrijdag. Maar ik wil sowieso wel even spelen. Gewoon even kijken hoe dat het is. Ik ga ook even kijken. Algemeen stop ik tussen 10:30 en 11:30 ergens. Dus dan kan ik in ieder geval even vlug gaan kijken. Dat komt mooi uit, zo'n soort van... Oeh, we hoeven trouwens niet te stoppen, hè? Hij pakt de skull maar en springt overboord eigenlijk. Nee? Oh. Bedenk ik me net. Ik zie de Kraken daar. Nou, dat is mooi. Nou, ja. Daar ook geen last van. Northeast. Gewoon bij Order of Souls, hè? Van ons. Order of Souls, juist. En niet per ongeluk op linkermuis gaan drukken. Oh, wacht. We moeten wel stoppen. Dennis, we moeten Dennis ophalen. Je kunt toch mij tegemoet komen, want voor ik ben nu richting Snake Island. Komen wij ook naar Snake. Hey, 5 de bloems. Zo. Mooi man. Dus, serieus, 7500 goud levert dat ding op. Dat is toch geen... Ja, laat maar. Als je op tab drukt en nog kijkt hoeveel dat je over hebt, heb je nog heel veel. Nee, maar in die aankondiging was het allemaal zo van... Ah, dan krijg je een bulk goud als je...